Handen op elkaar. Hoi, aan het dribbelpas. Heutjes goed opwarmen. Gaat het pittig worden vandaag. En hakken billen. Wat is het? En allemaal, knieën even. Knieën goed 90 graden. Armen lekker meenemen. Perfect. Eentjes hoog in die benen. Rob, jullie dat is gewoon een dribbelpas, hè? Hoog in die knieën. En weer dribbelpas. Op mijn teken zak je door. Tik je met twee handen de grond aan. 1. 2. 3. Dat kan dieper, Hansie. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Gaan we knie even, armen meenemen. Knie even, armen meenemen. Hoog optrekken die knieën, armen helemaal uitstrekken. Hoog in die knieën, floor. Gaan we versnellen. Niet stoppen. Nog sneller. En maximaal. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lekker bewegen op je voorvoeten. Armen naar voren zwaaien. Ik wil eens even kijken hoe laat het is. En zwaai je armen naar achter. Oké, dan mag je stilstaan, bovenlichaam indraaien. Je mag je rug voelen kraken. Nu hou je je bovenlichaam stil, ga je je onderlichaam indraaien. Schud die heupjes los. Hey. En dribbelpas. Gaan we door, jumping jacks. Niet steeds stoppen, hè, Hans. En jump squats voor achter. En dribbelpas op mijn teken. Spring je op met de knieën naar de borst. Gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 en 10. En bovenarm zwaaien. Armen weer zwaaien. Naar voren. En naar achter. En weer indraaien met je bovenlichaam. Linker schouder voor, rechter schouder voor. En onderlichaam draaien. En weer knieën even armen meenemen. Uitstrek die armen. Gaan we versnellen over die knieën. Nog sneller. Maximaal. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, gaan we een klein beetje versnellen. Want we moeten goed warm worden, hè? Hakkenbillen. Allemaal hakkenbillen op snelheid. En knie even op snelheid. En jumping jacks op snelheid. Pas op dat je niet wegvliegt.
En voor achter. Dat kan sneller hoor, dames en heren. Kom op. En dribbelpas. Op mijn teken zak je door. Tik je met twee handen de grond aan. Daarna spring je op met de knieën naar de borst. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. En knie heffen, armen meenemen. Weer uitstrekken die armen. Hoog optrekken. Gaan we versnellen. Nog sneller. Maximaal. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 12. 11. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Sponge, vind je armen en benen los. Gaan we zo beginnen. Lekker strekken. Zo, zijn we warm? Duimpje omhoog als je warm bent. Duimpje omhoog als je warm bent. Heel goed. Oké, we gaan zo meteen beginnen met de squat. En alles doen we vandaag gewoon lekker met lichaamsgewicht. Fosie en Jeroen, laten we hem eventjes zien. Je hebt twee niveaus. Fosie doet niveau 1 en die doet een air squat. 2 seconden zakken, 2 seconden omhoog komen. 1, 2, 1, 2. Jeroen, die doet niveau 2. Dat is 2 seconden zakken, alleen dan met een jump squat. Dus dat is 1, 2, spring op. 1, 2, spring op. Ja, we gaan 20 herhalingen maken. Na die 20 herhalingen heb je 30 seconden rust. En dat herhalen we 3 keer. Ja? Ik hou het tel aan. Let op mijn tel. Ja? Gaan we 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, probeer je rug recht te houden, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en 20. Oké, ontspan. Schud je benen los. Dat was set 1. Ik hou het tempo aan van de jump squats. Omdat ik iedereen hun niveau hoog inschat. Op het moment dat je kiest voor een normale squat. Dan hou je lekker je eigen tempo aan. Dat is 2 seconden zakken. 2 seconden omhoog komen. Oké, maak die klaar voor set 2. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Ontspan, schud die benen weer los. Let goed op, je squat is een kniebuiging. Probeer zo ver mogelijk met je knieën te buigen en zo min mogelijk met je heup. Ja, hoe meer je je heup buigt, hoe meer je onderrug gaat voelen. Yes, probeer echt die kniebuiging te maken. Schud die benen los, dan gaan we over 5 seconden naar set nummer 3. 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5,
17. 18. 19. En 20. Oké, ontspannen. Dat waren de squats. Nu gaan we door naar de push-ups. Fozie, jij doet nu niveau 2. Jeroen, jij doet niveau 1. Niveau 1 is de makkelijke. Dat zijn push-ups. Wat je gaat doen, je gaat met je vingers naar voren. En op je knieën ga je een push-up maken. Wat de bedoeling is dat je je borstkast helemaal naar de grond toe laat zakken. Dus je gaat diep doorzakken. 2 seconden naar beneden. Explosief omhoog. 2 seconden naar beneden. Explosief omhoog. Fozie, doe niveau 2. Dus de moeilijke die doe je op je tenen. 2 seconden zakken. Explosief omhoog komen. Dus zakken naar beneden. 21, 22. Op. En weer zakken. 21, 22. Op. Yes. Op mijn tel kom je omhoog. Ja, we gaan 15 herhalingen maken. Ook deze doen we weer 3 sets met tussendoor steeds 30 seconden rust. Gaan we. Set 1. 3. 2. 1. Go. Dus 2 seconden zakken. En op. 1. Heel goed. 2. 3. 4. 5. Blaas uit wanneer je omhoog komt. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ontspannen. Schud je armen los. Oké, ik had van wat mensen gehoord dat sommigen vorige week wat last van hun pols hadden. Op het moment dat je met je schouder voorbij je vingertoppen gaat, komt er een hele hoge spanning op je pols te staan. Dus zorg er goed voor dat je handen goed onder je schouders blijven. Ja, dan krijg je geen last van je pols. Gaan we nog 5, 4, 3, 2, 1, go. Set 2. 1, 2, op. 1, 2, op. Dat is 2. En weer naar beneden. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. En schud die armen weer los. Oké, laat allemaal je biceps even zien. Span die armen even aan. Kijk, dat willen we zien. Heel goed. Zo! Ho, ho, ho. Arnold. Biceptosaurus. Hey Arnold. Biceptosaurus. Gaan we. Set 3. 3. 2. 1. Go. 21, 22. Op. Dat is 1. En weer zakken. 21, 22. 2. 21, 22. 3. 21, 22. 4. 22. 5. 21, 22. 6. 21, 22. 7. 21, 22. 8. 21, 22. 9. 21, 22. 10. 21, 22. 11. 21, 22. 12. 21, 22. 13. 21, 22. 14. 21, 22. En 15. Ontspannen. Oké, mogen jullie komen staan? Gaan we naar de volgende oefening. Uitstappen lunges. Je houdt je lichaam boven je achterste been wanneer je uitstapt. Dus je stapt naar voren met je linkerbeen. Achterste been laat je goed naar de grond toe zakken. En daar haal je ook je kracht vandaan. Omhoog komen en dan je andere been. Zakken, omhoog komen. Op mijn teken maak je 1 lunge. Dus we doen in totaal 10 lunges met je linkerbeen. 10 lunges met je rechterbeen. Om en om. Gaan we. 3, 2, 1, go. 1, en op. 2, 3, 4, 5,
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. En 20. Oké, we hebben allemaal nu de makkelijke niveau gedaan. Ja, niveau 2, het moeilijke, zijn jumping lunges. Fosy, laat ze even zien. Zakken, omhoog komen, wisselen. Zakken, omhoog komen, wisselen. Doe je ook 20 stuks. Op het moment dat je dus sneller klaar bent, heb je dus iets meer rust. Kies je voor de normale lunges, hou je gewoon mijn tempo aan. Gaan we 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Go on, sponge, get die benen los. Gaan we zo meteen naar de derde set. Nogmaals, zorg ervoor dat je met je lichaam boven op je achterste been leunt. Ja, haal het zo min mogelijk uit je voorste been. Gaan we set 3. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Schud die benen weer los. Neem een slokje water. Gaan we zo door. Jongens, jullie kunnen ook een stukje de las pakken. Hè? Mouten. Gaat hoor. En de volgende oefening die we gaan doen, dat zijn mountain climbers. Je neemt plaats op je handen en op je tenen. Je houdt je knieën op strek, spant je billen aan en houdt spanning op je buik. Vanuit daar ga je om en om je knieën intrekken. Links, rechts, links, rechts. Je brengt je knieën naar je toe. En je duwt je voeten niet van je af. Op het moment dat je te veel kracht op de grond gaat zetten met je voet, dan lanceer je jezelf naar voren. En dan gaat langzamerhand je billen dus omhoog. We gaan 30 seconden werken en we hebben steeds maar 15 seconden rust. Ja, gaan we ook 3 sets doen. Zo snel mogelijk en zoveel mogelijk mountain climbers. Maak je klaar? Gaan we 3, 2, 1, go, mountain climbers, maximaal. Kom op, alles geven, 100%. Dat kan sneller worden, dames en heren. Niet smokkelen als je niet in de beeld bent nu. Nog 15 seconden, hou vol. Laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ontspan. 5 seconden rust. Vijf, vier, drie, twee, één, go. Set nummer 2, 100%. Alles geven. Kom op, dames en heren. Niet smokkelen. Doet je Marcia heel goed. Houd dit vol. Dat is ook via televisie, hè? Heel goed, blijf doorgaan. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ontspan. Heel goed, ik ben klaar waar. Goed bezig, smokkelaars. Bezig, smokkelaars. Ja.
3, 2, 1, go! Ik ben het, die jongen, ik laat het nemen. 100%. Kom, hou die snelheid hoog, kom op. Je moet er moe van worden, hè? Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, ontspan. Kom allemaal staan. Oké, de volgende oefening is eigenlijk alle oefeningen achter elkaar geplakt. En Fozy, laat even de makkelijke versie zien. Wat je gaat doen, je maakt 4 diepe squats. 1, 2, 3, 4. Dan ga je voorover hangen en zet je handen op de grond. Dan ga je naar voren lopen. Dan maak je 2 push-ups. 1, 2, loop je op handen en voeten terug. Dus je voeten blijven op dezelfde plek. Dan ga je 4 lunges maken, uitstappen lunges. 1, 2, 3, 4, loop je weer naar voren op je handen. Maak je 4 mountain climbers en alleen dan ook langzaam. Ja, dus maak langzame bewegingen. En dan loop je terug. Yes? Dat is de makkelijke versie. Jeroen, jij laat even de moeilijke versie zien. Jeroen, maak 4 jump squats. 1, 2, 3, 4, loop op handen en voeten naar voren. 2 push-ups. 1, 2, terug. 4 jumping lunges. 1, 2, 3, 4. En weer op handen en voeten naar voren. 4 mountain climbers. Oh, mountain climbers. Mountain climbers. Hier. Yes. Kijk je. Iedereen heeft zelfs de camera uitgezet. Wat zeg je? Je loopt vast. We lopen vast. We lopen vast. We lopen vast. Kunnen we even plaatsen? Oké, dan hebben jullie allemaal extra rust. Gaan we zelf plaatsen dan? Ja, dat is goed hoor. Rust planken we 15. Planken we 30 seconden. Ja, gaan we beginnen met die routine. Maak je klaar? We lopen weer vast als. Loopt vast. Vier jump squats. Daarna handen en voeten naar voren lopen. 2 push-ups. Daarna handen en voeten teruglopen. 4 jumping lunges. Daarna handen en voeten naar voren lopen. 4 mountain climbers. Terug. En dan begin je weer bij de jump squats. Blijf lekker achter elkaar doorgaan. En weer lunges. Loop je weer naar voren. En weer mountain climbers. 1, 2, 3, 4. En dan ga je weer squatten. 1, 2, 3, 4. En weer naar voren lopen. Push-ups. 1, 2. En weer teruglopen. Jumping lunges. En weer handen en voeten. 4 langzame mountain climbers. 1, 2, 3, 4. En weer terug. En weer verder met squatten. Kom op. Zijn er bijna. En jumping lunges. En weer mountain climbers. En ontspan. Gaan we allemaal planken. Allemaal planken. Op de ellebogen. Knieën strekken. Billen samen knijpen. Buik aanspannen. Gaan we 3, 2, 1, go. Kom, nog 20 seconden.
8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, allemaal 30 seconden rust. Dat was ronde 1. Op het moment dat die jumping squats en die jumping lunges te zwaar zijn, kan je voor jezelf ook normale squats en normale lunges maken. Heb je last met die push-ups of kom je niet diep genoeg, dan doe je die push-ups dus op je knieën. Ja, dat zijn de dingen om het makkelijker te maken. Yes? Nog 5 seconden, dan gaan we naar set 2. Beginnen we weer met de squats. 3, 2, 1, go! Dan weer naar voren lopen. Push-ups. 1, 2. Dan weer teruglopen. Lunges. Dan weer naar voren lopen. Langzame mountain climbers. Knieën intrekken. En weer teruglopen. En dan begin je weer van vooraf aan. En weer squatten. En weer naar voren lopen. En weer 2 push-ups. Dan weer 4 jumping lunges. Vier langzame mountain climbers. En weer squats. Come on. En weer push-ups. En weer jumping lunges. En weer langzame mountain climbers. En ontspan. Gaan we allemaal weer planken. 3, 2, 1, vast. Knieën strekken, billen samen knijpen, buik aanspannen. Bouw die spanning. Niet hol hangen in je onderrug. Ribben verkorten naar je heupen. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ontspan. Weer 30 seconden rust. Omdat hij zo lekker was, doen we hem nog 1 keer. Gelukkig, ik was zo bang dat we klaar waren. Chill. Nee. Echt lekker. Nog 15 seconden. Ja, ik zweet ook echt. Wat doen we deze 5 keer? Gaan we naar de laatste set. 3, 2, 1, go! Jump squats. Push-ups. Lunges. Mountain climbers. Oké, toppers, doe het vanaf nu op je eigen snelheid. Hier hebben we er een lekker tempo in. Probeer ze bij te houden. Hou je ze niet bij, geef niet. Nog 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En weer planken. 3, 2, 1. Vast, go.
Oh, ik was de stopwatch vergeten. De tijd gaat nu in. Oh, nu pas in. Ja, de tijd gaat nu pas in. Nog 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, ontspannen. Lekker hoor, dames en heren. Dit was het heftigste gedeelte van de les. Gaan we nog eventjes door naar de buikspieren. Kom nog heel even op adem. Neem een slokje. Oké, mogen jullie allemaal liggen op jullie rug. Voeten plat op de grond. Gaan we lange sit-ups. Helemaal omhoog komen. 3, 2, 1, go! Ribben verkorten naar je heupen. Maak je onderrug bol. Dus niet met een rechte rug opkomen. Blaas uit wanneer je omhoog komt. En probeer zo min mogelijk met je armen te zwaaien. Zo min mogelijk met je armen zwaaien. Nog 10 seconden. En korte sit-ups. 3, 2, 1, go. Kort opkomen. Duw je onderrug goed tegen de grond. Blaas uit wanneer je omhoog komt. Creëer spanning op die buikspieren. Kom maar. Nog 15 seconden werken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, handen onder die billen. En benen gestrekt omhoog, gestrekt naar beneden. Kin op je borst houden, hoofd van de grond. Go! Duw goed je onderrug tegen de grond, hè. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ontspannen. Oké, 30 seconden rust. Dan doen we dat rondje zo meteen nog een keer. Dan krijgen jullie bij iedere oefening 10 seconden cadeau. Dus we gaan 20 seconden lange sit-ups maken, 20 seconden korte en 20 seconden de benen opzwaaien. Sit-ups. Plat op de grond. Ribben verkorten naar je heupen. Zo min mogelijk zwaaien met je armen. Let op je ademhaling. Blaas uit wanneer je omhoog komt.